Hey allemaal, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag weer een nieuwe weekvlog voor jullie. Maar voordat ik met de weekvlog begin, wil ik het graag met jullie ergens over hebben. Want ik zit de laatste tijd ergens mee. En ik wil jullie daar gewoon eventjes in meenemen, zodat jullie weten wat er een beetje in mijn koppie speelt en wat er gaande is. Het is natuurlijk nu 2018 en toch merk ik dat als het nieuwe jaar begint, dat ik toch altijd over heel veel dingen begin na te denken. Zoals jullie weten ben ik op vakantie geweest, in de kerstvakantie. En dat was super chill. Ik heb daarin ook gewoon lekker even rust genomen van YouTube. Ik heb natuurlijk wel gevlogd. Dus als je dat wil zien, ga dat zeker allemaal even kijken. Ik ben op wintersport geweest en naar Curaçao geweest. Die vlogs staan als het goed is allebei al online. Dus die kunnen jullie gaan bekijken. Zou ik heel erg leuk vinden. Maar goed, in die vakantie heb ik dus op zich best wel even een rustmomentje van YouTube genomen. Qua dat ik gewoon wel heb genoten van mijn vakantie. En ook niet bijvoorbeeld daarvoor video's had ingepland voor in de vakantie. Want ik had gewoon zoiets van, ja, ik ga gewoon even lekker helemaal genieten van mijn vakantie. En dan ga ik daarna weer beginnen met YouTube. Toen ik terugkwam van vakantie merkte ik eigenlijk al heel snel, doordat het nieuwe jaar was begonnen, dat ik eigenlijk niet meer zo goed wist wat ik nou precies met mijn YouTube kanaal wilde gaan doen. Daar ben ik gewoon nu heel erg mee bezig. Ik wil dit jaar gewoon heel graag mijn YouTube kanaal beter gaan maken. Kwalitatief betere video's gaan maken. En alles gewoon net even anders gaan doen. Alleen weet ik gewoon nog niet op welke manier ik dat wil doen. Want het is gewoon zo ontzettend ingewikkeld. Ik ga trouwens even het licht een beetje wat minder zetten. Want volgens mij ben ik mega overbelicht op dit moment. Ik zit gewoon zo te struggelen met wat ik met mijn kanaal wil. Ik wil namelijk mijn weekvlogs wel blijven doen. Alleen ik vind op dit moment hoe de weekvlogs nu in elkaar zitten en hoe ze nu gaan, vind ik het gewoon niet interessant genoeg. Niet voor mezelf om te filmen en niet voor jullie. Ik zit zoveel thuis en ik doe zoveel thuiswerk. En daardoor heb ik niet elke week hele interessante dingen te filmen voor jullie. En ik weet dat jullie het alsnog super leuk vinden altijd om naar mijn weekvlogs te kijken. Maar ik wil gewoon zo graag wat meer inhoud eraan geven. Ja, kijk, weet je, ik kan moeilijk mezelf forceren om elke week hele interessante dingen te gaan doen, zodat mijn weekvlogs leuker worden. Ik bedoel, het is gewoon het feit dat ik gewoon veel thuis zit en veel thuis werk. En dat is gewoon niet altijd even interessant om voor jullie te vloggen. Maar ik kan het misschien wel interessanter maken door bijvoorbeeld op andere manier te gaan filmen. Ik heb dat in deze weekvlog, die jullie nu gaan zien, ook een beetje al geprobeerd. Ik wil gewoon mijn stijl van mijn vlogs een beetje anders gaan maken, waardoor het voor jullie gewoon stukken interessanter worden. Ik heb best wel heel veel inspiratie gekregen van Claire Lucia, I don't know hoe het eigenlijk uitspreekt. Misschien kennen jullie haar wel. Zij heette eerst Trendclose op YouTube. En zij was vorig jaar in New York en daar heeft ze gevlogd. En nu heeft ze dus eigenlijk nieuwe video's. En ik heb daar best wel veel inspiratie uit gehaald. Of tenminste, laat ik het zo zeggen, ik vind die video's gewoon ontzettend tof. Zij maakt eigenlijk ook gewoon een soort van weekvlogs. Alleen dan op een wat meer speelsere manier. En ik vind dat zo ontzettend leuk. Nu moeten jullie natuurlijk niet gaan verwachten dat ik haar video's volkomen na ga doen. Want daar heb ik natuurlijk helemaal geen zin in. Want ik wil wel mijn eigen stijl aanhouden. Maar dat is wel een soort van video format die ik wel heel tof vind. Zij maakt haar weekvlogs gewoon ontzettend interessant. Dat wil ik gewoon gaan proberen. Dus nee, verwacht niet dat ik haar video's volkomen na ga doen. Want nee, zo ben ik niet. Maar dat is wel iets waar ik heel veel inspiratie uit haal. En waar ik dus nu best wel bij denk van, yo, misschien moet ik het een beetje meer richting die kant gaan zien. Maar dat is gewoon echt iets wat ik nu wil gaan uitzoeken. Dus jullie zullen misschien de komende weken gewoon ontzettend veel verschillende dingen in mijn weekvlog zien. Want ik ben gewoon nu een beetje aan het nadenken over wat ik wil. Dus wie weet veranderen de edits elke keer wel weer. I don't know. Ik wil dit in ieder geval even mededelen. En over mijn normale zondagvideo's, dat was mond. Die komen ook, maar dat heeft tijd nodig, want ik moet opnieuw nieuwe dingen gaan filmen. Normaal werkte ik altijd een maand vooruit. Maar ja, dat betekent dus dat jullie misschien eventjes een tijdje op zondag nu even geen video's zien. Ik weet niet hoe lang dat zal duren. Ik ga echt deze weken weer keihard filmen en Ik hoop gewoon weer leuke video's voor jullie te kunnen maken. Maar het heeft gewoon allemaal even tijd nodig om alles even weer op te starten. Dus ik hoop dat jullie dat geen probleem vinden. Ik kom echt weer, want ik wil gewoon super graag mijn YouTube kanaal gewoon super leuk maken. Zodat het voor jullie heel leuk is, maar ook voor mezelf. Dat ik er zelf ook gewoon weer veel meer plezier uit ga halen. Want ik merk gewoon nu dat het gewoon elke keer zo hetzelfde blijft. En ik wil mezelf gewoon heel graag gaan ontwikkelen in YouTube. Maar goed, ik praat natuurlijk alweer veel te lang, want we moeten natuurlijk ook nog gaan beginnen met de weekvlog. Dus ik hoop dat jullie het allemaal een beetje begrijpen. En ja, het heeft dus allemaal even weer tijd nodig om het allemaal weer een beetje op te pakken. Maar dat komt goed. En ja, oké. Laten we nu snel gaan beginnen met deze vlog. Hey, ik zit hier nu samen met Sabrina en we zijn lekker even aan het lunchen in Amsterdam bij Café Milo, heet het hier toch? En we hebben echt een super lekker broodje. Ik weet niet, maar ik heb gewoon nog nooit zo'n groot broodje gezien. Maar het ziet er wel echt te lekker uit, ook met avocado. En we hebben frietjes. Dus wat wil je nog meer? Super gezellig. Dit werkt niet. Het is wel een beetje jammer dat het echt heel, maar dan ook echt heel slecht weer is. Dus we wilden eigenlijk nog shooten, maar het regent alleen maar. Nou, Sabrina en ik gaan zo meteen het slechte weer trotseren. Want we gaan even de stad in, want ja, om nou de hele dag binnen te zitten samen is ook niet heel leuk. Dus we gaan even, gewoon even lekker de stad in en ja, gewoon even winkels kijken. Ik heb deze outfit aan. En I don't know. Ik vind het niet zo heel erg leuk. Het weer in Amsterdam is echt om te janken vandaag. Echt waar. Niet normaal. Hoe knap is mijn moeder? Met bril. Het is vandaag dinsdag en ik heb zojuist even mijn kamer opgeruimd, want het was echt een troep in mijn kamer. Het was echt weer een opbouwende ravage, want dan gooi ik elke keer weer wat neer en dan denk ik, oh, dat ruim ik later wel op. En zo bouwt dat natuurlijk op naar een enorme troep in mijn kamer. Het is nu weer lekker netjes in mijn kamer en op die manier ben ik ook veel productiever hier. Dus kamer opruimen is voor mij echt wel iets wat ik gewoon echt moet bijhouden. Want anders voer ik gewoon geen ene hol uit in deze kamer. En ik moet natuurlijk wel weer gaan editen. Want ja, nu ik dit film op die dinsdag is mijn Curaçao vlog nog steeds niet online. En ik wil toch wel echt proberen dat hij aankomend weekend online komt. Dus als jullie dit zien staat hij hopelijk al online als ik me aan mijn afspraak heb gehouden. Want ik had hem eigenlijk al veel eerder online willen hebben. Maar goed, ik moet vandaag ook de weekvlog van vorige week eventjes gaan editen. En ja, dat staat vandaag op de planning. Goedemorgen. Nee, wat zeg ik? Het is gewoon 15:45 'middags. Ik ben echt al letterlijk de hele dag aan het niezen. Omdat mijn kat vannacht bij me heeft geslapen. Soms krijg ik daar gewoon een enorme allergische reactie van. Ik zou dus eigenlijk vandaag naar de kapper gaan. Maar dat ging niet door, want mijn kapster die kon opeens niet meer. Dus dat is verplaatst naar maandag. Dus vandaag ben ik echt wel letterlijk de hele dag niks aan het doen. Als ik dan iets heb gepland, dan heb ik dus de kapperafspraak gepland. En dan gaat het dus niet door. En dan kan ik gewoon niet mijn hoofd omzetten naar, oh, ga dan nu even wat nuttigs doen. Dat lukt dan gewoon niet. En ik haat dat van mezelf. Het is 17:15 en ik heb al lekker eten gemaakt. Ik heb pasta met zalm, courgette, champignon en roomsaus. Oh, en cherry tomaatjes. Dus dat is echt super lekker. Want ik moet om 5:30 al dansen. En ik kan gewoon niet dansen zonder eten in mijn lichaam. Dus ik ga nu al eten. Good morning. Het is vandaag donderdag. En het is vandaag de dag dat het code rood is buiten. En het is echt heftig. Het is nu volgens mij wel al iets minder dan vanochtend. Maar holy shit, wat een wind. Het dak van de buren is er ook echt afgewaaid van de schuur. En dat dak ligt nu bij ons in de tuin. Het is echt heel heftig. Maar goed, in ieder geval, ik leef nog. Verder staat alles in de tuin er nog. Ik ga zo meteen een video opnemen. Want ik moet toch langzamerhand wel weer gaan beginnen met video's maken. Dus ik ga zo meteen een video filmen. Ik moet zeggen dat ik echt vrij weinig inspiratie heb. Dus dat ik echt al moeite had met deze video kiezen wat ik ga filmen. Maar dat gaat goed komen. Ik moet er gewoon weer even inkomen en video-ideetjes bedenken. En dan komt het hopelijk allemaal goed. Nou, ik heb zojuist een video gefilmd en ik ga nu even wat eten beneden, want ik heb alweer honger. Wanneer ook niet. De wind is trouwens alweer een beetje gaan liggen. Ik denk dat de storm inmiddels wel weer redelijk voorbij is. Er is zojuist een pakketje binnengekomen van waarschijnlijk Shein. Ik weet het eigenlijk bijna wel zeker. Dus die ga ik heel eventjes samen met jullie openmaken. Zoals jullie waarschijnlijk allemaal wel weten, krijg ik eigenlijk wel elke maand pakketjes opgestuurd van Shein. Ik mag vaak 2 dingen uitkiezen. En ik krijg dan een soort van bloggerspagina waaruit ik kleding kan kiezen. En ik moet zeggen dat ik het nu een beetje tegen vond vallen. Sowieso, ik ben zo done met de winterkleding. Ik vind het allemaal gewoon niet meer leuk. En ik wil gewoon nu alweer voorjaarkleding en zo. Ik weet het niet. Ik kon ook gewoon niet kiezen. Maar ja, ik heb 2 dingen uitgekozen. En we gaan zien hoe het bevalt. Dus ik moet het boven krijgen. Het eerste wat ik heb gekozen is deze trui. En deze trui, het is gewoon een zwarte trui. Maar deze trui heb ik dus ook al in het grijs. En die draag ik super vaak. Die is heel warm. Dus op van die mega koude dagen is dat echt mijn lievelingstrui. Dus ik dacht van, yo, ik ga hem ook gewoon even in het zwart halen. En dan heb ik ook nog een jas uitgekozen bij Shein. Ten eerste omdat ik gewoon een keertje wilde kijken van, yo, hoe vallen de jassen daar? En ten tweede, ik wist niet wat ik anders moest nemen. En ik dacht, nou, laten we dit proberen. Mocht ik het niet leuk vinden, dan breng ik het naar de tweedehandswinkel. Dat is namelijk wel leuk om te weten. Als ik kleding binnenkrijg en ik vind het niet leuk, dan meestal breng ik het dan naar de tweedehandswinkel. Zodat ik andere mensen er blij mee kan maken. En ja, heel af en toe doe ik ook een United Wardrobe sale. Maar dat doe ik niet de hele tijd, omdat het allemaal best wel veel werk is om die pakketjes allemaal op de post te doen. Ik heb hem in een L genomen. Ik weet nooit wat formaat ik moet nemen bij Shein. Ik weet niet of dit te groot gaat zijn, maar we'll see. Het is deze jas. Hij voelt niet heel dik aan, moet ik zeggen. Het is meer een beetje een bomber, denk ik. En hij is donkerblauw met pareltjes erop en een gouden rits. Maar ja, dit is hem dus. Het is wel een beetje een bomber model. Ik vind hem op zich best leuk. Ik heb nu geen spiegel hier. Maar ik vind hem wel grappig eigenlijk. Ja, nou, I don't know. Wat vinden jullie? Ik weet het niet. Ik moet het nog even goed gaan bekijken in de spiegel. Ik weet niet wat ik ervan vind. Maar goed, zoals ik al zei, als ik hem niet leuk vind, breng ik hem naar de tweedehandswinkel. Welkom op mijn zolder, waar ik nu even lekker zangles ga oefenen. Meestal oefen ik zangles bij mijn vader op kantoor. Misschien dat dat vandaag ook nog wel gaat gebeuren. Maar sowieso ga ik nu even hier oefenen. Update! Mijn vader appt me net dat ik over een uurtje daar kan oefenen. Dus dat is beter, want daar kan ik me veel meer laten gaan dan hier. Daar kan ik gewoon blaren wat ik wil. Dus dan ga ik nu weer naar beneden, want dan kan ik over een uurtje lekker oefenen. It tumbles and pitches through space. I can remember when rain was soft, when you kissed the rain from my face. Who's that? Who's that? Nou, ik ga maar weer naar huis. Ik heb even een uurtje geoefend. Maar het ging niet echt lekker of zo. I don't know, maar mijn stem is gewoon... Het werkt allemaal niet mee. En ik wil het gewoon heel perfect doen. En het lukt allemaal niet. En het lukt gewoon niet hoe ik het wil. En ik wil heel graag een nieuw nummer ook weer doen. En ik kan niet. Ja, ik moet eigenlijk hier gewoon aan verder gaan. En ik heb gewoon een beetje struggles. Ik wil het gewoon heel perfect doen. En het lukt gewoon niet zoals ik het wil. En dat is heel frustrerend. Maar ja, daarom hebben we zangles. Yay, mijn pakketje is al binnen met mijn nieuwe jas. Dus ik ga hem snel openmaken. Dit is overigens geen samenwerking. Deze heb ik zelf gekocht. Dus dan weten jullie dat. Nou, dit is hem. Maar ik denk dat ik hem niet leuk genoeg vind. Ik vind hem gewoon een beetje te groot. Als jullie begrijpen wat ik bedoel. En er zitten ook niet eens zakken in, bedenk ik me nu. Dus ik denk dat mijn zoektocht nog niet voorbij is. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en dit is raar, want nu praat ik via de spiegel tegen jullie. That's weird, maar dat heb ik weer bedacht. Ik ga nu even mijn make-up doen en ja, dat eigenlijk. En dan moet ik over een uur of zo weg, anderhalf uur, I don't know. Ik heb in ieder geval nog even de tijd, dus dat is fijn. Ik moet een beetje opschieten, maar even snel een outfit of the day. Dit is van Brandy Melville. Daaronder heb ik nog een shirtje aan, een truitje. Veel te warm, maar anders vind ik het niet leuk staan. Deze broek van de Bershka en deze schoenen van... Ja, ik denk van Haren of zo. I don't know, ik heb deze al heel lang. Dus dat. Good morning, het is vandaag zondag en ik ga vandaag naar de Efteling. Want ik ga in het Efteling Theater en... Ik moet niet zeggen. Want ik ga in het Efteling Theater vandaag een Q&A houden. Er wordt een vlogworkshop gehouden voor kinderen met hun opa's en oma's. En ik ga niet de vlogworkshop geven, maar ik ga wel een Q&A doen. We gaan zo meteen met de auto. Ik ga samen met mijn moeder erheen. En ja, moeten we even anderhalf uur rijden. Nou, ik ben veilig aangekomen hoor. Bij de Efteling. Yeah! Ja, en nu moet ik even regelen dat ik binnenkom, want ik moet even mensen bellen. Nou, ik ben aangekomen in het Efteling Theater en ik ga zo meteen de Q&A doen. Oh, dit is echt heel slecht licht. In ieder geval, ik ga zo meteen de Q&A doen met allemaal kinderen die hier achter zitten. Superleuk. Mama gaat het even voor me filmen, dus dan kunnen jullie het zien. Yay! Ik ben dus Pamela. En ja, ik heb een YouTube kanaal en die heb ik eigenlijk al best wel lang. Ik ben nu bijna 6 jaar lang bezig met mijn YouTube kanaal. Ik heb inmiddels de 41.000 abonnees gehaald, dus daar ben ik natuurlijk heel erg blij mee. Maar misschien is het wel leuk om jullie gewoon vandaag te gaan vertellen hoe ik daarmee ben begonnen. En ja, hoe ik dat eigenlijk allemaal doe en wat voor video's ik maak. En ik zal jullie zo meteen ook eventjes wat laten zien. Dus ik dacht misschien is het leuk om gewoon gelijk de video te laten zien. Die ik hier in het Efteling Theater heb gefilmd, want ik heb eigenlijk gedaan wat jullie vandaag gaan doen. Maar dat zal ik zo meteen even laten zien. Maar mijn camera was gisteren echt volledig leeg, dus ik kon de vlog niet afsluiten. Maar ik heb in ieder geval een hele leuke dag gehad in de Efteling. En we zijn nog naar Sprookjesprokkelaar geweest. Ik was er natuurlijk al geweest, maar ja, ik mocht nog een keer. Dus dat was heel erg leuk. En ja, het was gewoon een hele leuke dag. De kinderen waren echt super goed bezig met het vloggen uiteindelijk. En ja, ze waren zo schattig en lief en echt een hele leuke dag en ik vond het echt super leuk om te doen. Dus Efteling, heel erg bedankt dat jullie mij hebben uitgenodigd hiervoor. Ik vond het super leuk. En ja, dan ga ik bij deze de vlog afsluiten. Dus ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video.